Lang zal ik lezen, lang zal ik lezen, lang zal ik lezen in mijn boeken, ja. We staan momenteel boeken, bij de bewonersorganisatie, ja, Blijdorp, in Blijdorp natuurlijk. En hier wordt dan zometeen de kinderzwerfboek geopend. We gaan zometeen de eerste van 9 kinderzwerfboekenkasten, het is een lang woord, openen in Noord. Kinderzwerfboeken zijn boeken die ergens neergezet worden, die meegenomen kunnen worden door kinderen. Die daar nu en masse aankomen gelukkig, nou wordt het gezellig. Die ze gewoon kunnen lezen en dan weer los kunnen laten voor andere kindjes die ook wat willen lezen. Het was een idee waar ik op kwam door een collega van mij die bij Stichting Lezen en Schrijven werkt. En waarvan ik dacht, nou, bij de gebiedscommissie hebben wij onder andere gezegd dat we heel erg belangrijk vinden dat kinderen hun talent kunnen ontwikkelen. Dat ze zo weinig mogelijk taalachterstand hebben. En nou ja, lezen is natuurlijk ook gewoon leuk. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik eens een balletje opgooien bij deze engene om te kijken of dat leeft, of mensen dat leuk vinden. Nou, daar werd van alle kanten zo enthousiast op gereageerd, ook vooral door de bewonersorganisatie Blijdorp, dat we dat samen zijn gaan organiseren. En nou, het loopt eigenlijk op een positieve manier volledig uit de klauwen. Want ja, we openen er vandaag 9, op 9 locaties zo'n boek in Noord. Knalrode boekenkast waar allemaal boeken in staan die kinderen gewoon mee kunnen nemen. En we openen er in oktober, zeg ik uit mijn hoofd, nog 4. En ja, we hopen dat dat zo doorgaat en dat kinderen in Noord gewoon gaan aanslaan op die rode kast. Van, oh kijk, daar staan leuke boeken in, die mag ik meenemen, dat soort dingen. Hier zit Joes in zijn kamer en hij heeft inderdaad een hele mooie uitnodiging gekregen. Maar kijkt hij helemaal blij? Nee. Nee, hè? Hij denkt, zal ik nou wel gaan? Of zal ik nou niet gaan? Maar hoe is het eigenlijk zo echt ontstaan? Is het in het kader van dat de bibliotheken zijn gaan sluiten? Of gewoon echt eigen initiatief? Nou, dat de boeken, dat de bibliotheken zijn gesloten, helpt natuurlijk niet mee. We hebben van heel veel mensen gehoord toen we ook op pad zijn gegaan voor het gebiedsplan. Dat ze het zo jammer vinden dat de bibliotheken dicht zijn. En je ziet nu ook op verschillende plekken, zoals in de Banier en in het Klooster, Leeszaal West in Delfshaven, allerlei initiatieven ontstaan van mensen die denken, nou ja, weet je, dan doe het lekker zelf. Dus dat helpt wel mee. En dat is ook een reden waarom mensen er zo enthousiast over zijn en en masse mee willen doen. En boeken inleveren ook. Waar we de kasten zo meteen hebben is Klooster, de Banier, bewonersorganisatie Blijdorp, Stadswinkel, inloophuis De Paraplu op de Noordsingel. Kinderparadijs Meidoren, Duimdrop Johan Idaplein, Wijkpastoraat in de Weerhaan. De Mozaïek en Lispunt komen daar nog bij. Wilskracht werkt en ik sla er vast nog eentje over. Oké, okay, dus wel best wel heel veel organisaties, ja, die mee willen denken en doen. Ja, absoluut. Gelukkig. Daar ben ik helemaal vrolijk van. Ik loop, ja, ook, ik ook. Ja, ik loop ook helemaal te huppelen vandaag. Maar dus de kinderen kunnen zo'n boek halen, zo'n zwerfboek. Maar die hoeven ze dus niet terug te geven? Nee. Ze kunnen gewoon ergens achterlaten, in het kinderziekenhuis of in de trein. Inderdaad, of weer in een andere zwerfboekenkast, of waar je maar wil. Hoera!